Hallo kijkers van Drempels hier 90 en welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van Far Cry 2. Yeah! Jongens, vandaag gaan wij met dit bootje naar, wat is de kaart? Daar is de kaart. Naar Safane, dat is daar. Want daar moeten wij Greaves ontmoeten, in Safane. Dus dat klinkt echt als een heel goed plan dat we dan met een bootje gaan. Daar komen we namelijk helemaal geen guard poses tegen. Tenminste, niet op dit kaartstukje. En ik weet ook niet of er nog guard poses tegenkomen in het volgende kaartstukje. Maar dat zullen we zien. Even kijken, komen we... Nee, dat kan ik niet zien vanaf hier. Dus dan moeten we even varen. We zullen zien of we nog guard poses aan het andere, bij het andere stukje tegenkomen. Hoop van niet. Dat is een auto. Maar die auto is geen boot, dus die raak ik zo kwijt. Want die auto lukt het echt totaal niet om over deze rotzee te rijden. Ja, of hij moet echt heel erg YOLO gaan. Maar dat zie ik een auto met AI's echt niet doen. Met vijanden echt niet doen. Nou ja, op zich, hun zijn wel echte stunders. Ik hoor trouwens die motors zuizen. Dus als we zometeen op het volgende kaartstukje zijn, dan repareer ik even deze boot. Want ja... Het gaat wel heel langzaam. Hier zijn we op zich nog best wel veilig. Dus repareer even die boot. En dan varen we naar Safane. En dan gaan we verder met de hoofdmissies. Na heel lang alle... Ja... Kaartstukjes te overnemen. Wat we afgelopen tijd alleen maar hebben gedaan. Kaartstukjes overnemen. Gaan we dus nu verder met de hoofdmissies. Is leuk. We hebben het heel snel gedaan trouwens, die kaartstukjes. We komen helemaal geen guard poses tegen. We zijn er zelfs al. Hier zijn trouwens helemaal niet zoveel guard poses. Maar één. Maar hier is Safane. Dus kaart weg. En laten we kijken waar we kunnen aanmeren. Ik heb al een plek gezien. Maar is hier ook echt een haven voor? Nou, waarschijnlijk wel. Maar hier, dit werkt net zo goed. Zo. Nou, boot op het droge. Dat is mooi. Ik kan deze boot echt niet meer wegvaren. Niet dat het weggevaren moet worden, maar dat maakt niet uit. Voor het geval dat ze mijn boot denken te stelen. Het is eigenlijk gewoon rechtdoor. Hallo gozer! Hoe gaat het met jou? Oh, sorry. Wat is dit allemaal? Ik weet niet wat het is, maar gewoon eromheen lopen. Oké, waar is Greaves? We moeten hier naar binnen. Hallo gozers! Mag ik hier naar binnen? Dank u. Oké. En Greaves is binnen, denk ik. Is Greaves hier? You know the drill, no weapons. Everything's set, I just need a man to ferry through. Oké. 2 hours tops. No, not him. He talks too much. I need someone with a lick of sense. Ik misschien? Ik kan een bootje varen. Ik kan wel een bootje varen. Een broodje varen kan ik ook, ja. Listen, I'm taking a bit of initiative here. The big boss, Major Tembosa, doesn't know anything about it, and I'd like to keep it that way. You follow? Sure. Because here's the thing. The situation being what it is these days, there's a good chance the warlords in the south could join forces. Now, if that happens, guaranteed, blokes like you and me are out of a job. Or worse, shot and dumped overboard like some rotten meat. So, to keep that from happening, I'm going to stir the pot. Now, it turns out your friend the Jackal's been hiding a massive weapons cache on his island, Lake Sagolo. I've worked out a way to sail those weapons straight into the city under a UFLL flag. Tembosa will assume the front's to blame, and next thing you know, we're back at it. Okay. Skipper, all the bribes have been arranged. All I need now is a man to ride along, keep an eye on the merchandise. How about it? You interested? Sure. Hope that it has with the Jackal to make. En hoe meer de van de Jackal kapot gaat, hoe beter. Want hem moeten we uitschakelen. We're on the island and rendezvous with the ferry. The skipper will handle the rest. We'll be back fighting this idiotic war in no time. And then I'll get you a meeting with the Major. Oké. Okay. Is goed. Geef maar. Dank u. 20 diamantjes. Flink wat. Even kunnen even save hier. Oké. Okay. Maar wat moeten we dan precies doen? Naar een eiland toe, ja. Dat heb ik begrepen, maar... Ja, mag ik eruit? Dank u. Goed. Wat moeten we precies doen? Eventjes uit, even kijken. De val of Leo Bocca Soka... Sako...
Leboa Saco, volgens mij is dat het noorden gebied. Bought a ceasefire in the south. Griffs resents the APR's Tombosa negotiating a new status quo. Instead of fighting, he secretly hired me to go to the island in Lake Sigolo and bring the Jackal's Arms barge in Port Sealo. This will make it look like the UFLL, dus de vijand van ons, die ons dood wil hebben, is double dealing and forced Tombosa to rely the APR. Dat is goed, want dat is onze, dat zijn onze, daar vechten wij mee. Maar oké. Okay. Dus meet the bark skipper of the Jackal's Island in Lake Sigolo. Is goed. Hé, hey, hier kunnen we ammunition halen. Ammunition is altijd goed. Oké, okay, maar waar is... nee. Maar waar is Lake Sigolo? Dat is misschien ook wel leuk om te weten. Oh, daar. Oké. Okay. Gelukkig hebben we een boot, dus dat is geen probleem. Dan is het gewoon letterlijk varen. Maar goed, dan gaan we varen. Ik heb toch een boot, dus... Dan gaan we vandaag een vaartochtje maken. Oké. Okay. Uitkijken voor de trein. Dus zo snel mogelijk erover spreken. Ik denk niet echt dat de trein hier doorheen kan rijden. Met zo'n ding ervoor. Oh, hier staat zelfs een trein. Oké, okay, mooi. Hier staat die boot. Is die boot ontploft? Nee. Nee, we hebben geen geweer nodig. We moeten die boot van het droge afkrijgen. Nee, ik heb dat geweer niet nodig. Die boot moet gewoon van het droge af. Ja? En... Ja hoor. Die boot staat niet meer op het droge. Zitten. En varen. Het is op zich volgens mij nog best wel een grote vaartocht. Tenminste, ja. Flink wat. We moeten helemaal terug waar we vandaan kwamen. Is er nog iets waar we op moeten opletten? Of is het gewoon de weg volgen? Ja, voorlopig wel even de weg volgen. Of ja, het water volgen. Maar oké, dat kunnen we wel. Tenminste, bij die afslag zometeen, hè. Staat dat op de kaart? Ja. Maar dat maakt op zich niet uit welke kant we langs gaan. Beter gaan we gewoon de weg volgen. Dat gaat sneller. Maar oké. Geen probleem. Gewoon doorvaren. Dan doen we dat gewoon even zonder kaart. En kijken we een beetje om ons heen. Echt geweldig ravijn waar we nu doorheen varen. Heel mooi. Genoeg beschutting. Maar ook een geweldige plaats voor een hinderlaag. Hier is er niemand. Dus dat is goed. Oké. Okay. En als het goed is, komen we zometeen bij die afslag. En moeten we alleen maar rechtdoor. Dus dan gaan we rechtdoor. En dan moeten we echt op de kaart gaan letten. Want dan weet ik de route niet zo meer. 1, 2, 3. Oh, het water stopt hier trouwens ook achter de outpost. Dus we moeten sowieso deze kant op. We hadden niet echt een andere keuze. Ik hoop trouwens dat we niet langs guardposters komen. Maar ik ben bang van wel. Ik verwacht wel dat we langs guardposters heen komen. Dit lijkt me echt wel een rivier. Dat als we zo ver gaan varen, we sowieso wel langs een guardpost komen. Ja, hier. Als we die een beetje kunnen vermijden, zou dat heel mooi zijn. Want zo komen we namelijk geen guardposters meer tegen. Als we gewoon even doorvaren, moeten we zometeen rechts. En dan... naar links. Meteen weer. Of we kunnen ook rechts aanhouden, maar links gaat sneller. Dus ja. Hoe gaat het met onze motor? Waarschijnlijk goed. Ik hoor hem niet echt heel hard zuizen, dus... We gaan die kant op. Pas op voor die palen. Ik weet niet wat die palen daar doen, maar dat maakt niet uit. Dat maakt echt niet uit. Ik heb vandaag even een schorre stem. Ik moet even een slokje water nemen. Gelukkig heb ik water bij de hand. Echt een schorre stem vandaag. Ik weet ook niet wat het is. Maakt niet uit. In ieder geval, wij moeten rechtdoor. Dat is eigenlijk het enige wat we nog moeten doen.
En dan zijn we op een gebied waar wij zelf, of waar, ja, waar we zelf nog nooit zijn geweest. Omdat daar geen outposts en dat soort dingen waren. Maar we gaan wel even kijken daar. Volgens mij hebben we dit trouwens overgeslagen. Die Shalakalase. Volgens mij hebben we nog nooit dat gebied op de kaart gebracht. Ik weet ook niet of dat echt een gebied is. Maar volgens mij hebben we het nog nooit op de kaart gebracht. Ja, voor alles een eerste keer. Oké, dit is Jackal's Island. Dus we moeten een beetje uitkijken. En we moeten wapens slepen. Het is een boot. Waar we zijn is een boot. Wat is dat? Ah, dat is een tafel. Ik dacht al, wat zijn wij aan het doen? Maar oké, wat moeten we hier doen? We zijn op plek van bestemming. Waarschijnlijk moeten we dit eiland in. Anders zou ik het ook niet weten. We kunnen beide kanten op. De boot zou trouwens wel te stuizen. Waar moeten wij naartoe? Daar naar links? Of toch naar rechts? Hier zit een soort bruggetje. Dus ik gok hier maar op. Het zou best kunnen zijn dat we de andere kant op moeten, maar... Ik gok even hierop. En ik zie nog geen vijanden. Dus gewoon doorlopen. Oké. Waar gaat dit naartoe? Naar een soort houten hutje. Oké. Kunnen we wat zien? We kunnen wat zien. Dus als er vijanden komen, kunnen we ze altijd uitschakelen. Kippetjes. Dat is wel weer leuk. Geitjes. Is dit wel een bewoond eiland? Wat zit hier? Wat is dit? Wat is dit? Saw this kid in the side of the road yesterday. Couldn't have been 18, 17. Had a shotgun across his lap and a dead APR half in the ditch next to him. Couple of close range blasts with that 12 gauge tore up big chunks of hamburger on his torso. Kid was lifting up the guy's leg, taking his boots. Kid just looked tired. Just beaten down, ragged, tired, old. Kid that age shouldn't look like that. Hebben deze niet eerder gehoord? Volgens mij wel. Nou ja, maakt niet uit. Waar moeten wij naartoe? Waar gaat dit naartoe? Ik ben goed bezig vandaag met die knopjes. Oké, in ieder geval, we moeten gewoon rechtdoor. Dat is eigenlijk het enigste wat wij op dit moment hoeven doen. Of hoeven te doen. Maar zit er geen enige gozer hier op het eiland dan? Ja, hier is weer een boot. Dus hier kunnen we op zich weer van het eiland af. Dan moeten we weer terug. Moesten wij toch naar links? Wou ik eigenlijk ook eerst heen gaan. Naar links. Omdat links is altijd beter. Maar ik zag dat bruggetje. Dus ik dacht, daar gaan we daar langs. Dat bruggetje ligt er niet voor niets. Maar blijkbaar ligt het er toch voor niets. Ondertussen rookt het hier heel goed. Oh, ik dacht dat het mijn boot was. Maar dat is niet mijn boot. Waar gaat dit naartoe? Dit hebben we nog niet gezien. Maar het is ook niet echt iets spectaculairs. We moeten trouwens rustig naar beneden gaan. Anders hebben we alsnog een probleem. Nee, die rook van die boot komt niet zo hoog. Nou, ik zou niet weten waar we langs moeten. Enigste weg wat ik nog kan verzinnen... ...is hier langs. Maar ik weet niet zeker of we deze kant op moeten. Misschien moeten we wel gewoon die hele boot daar, of gebouw liggen, plunderen. Maar het lijkt mij dat we deze kant op moeten, want ik ben die hele boot doorgelopen. En er was niks wat we konden meenemen. Dus ja. Maar wat moeten we nou precies doen? Meet the bark skipper at the Jackal's Island in Lake Segolo. De skipper moeten wij... ontmoeten.
Maar we zijn daar beneden geweest. Of nee, dat was in een ander gebouw. Misschien dat die skipper toch nog echt in die boot zit. Ik zie trouwens jongens dat we op de tijd zitten, maar we gaan nog even de skipper ontmoeten. En dat vind ik het mooi geweest voor vandaag. Maar waar zit die dan? Waar zit die? Ja, ergens. Ja, dan weet ik ook wel dat die ergens zit, maar ik zie hem niet. Oké, we gaan nog een keer heel erg uitgebreid dit schip bekijken. Misschien is hij gewoon kapitein. Dat zou mij ook niks verbazen. Als hij hier binnen zit. We'll be serving refreshments, I'm afraid, but what we will serve is a huge steaming pile of semi-automatic weapons to the poor souls living in Porcelao. And that'll be the death of the place. How about you pop around to the clinic once we arrive? Warn the doctor. Tell him to get ready. He's in for it. I don't plan on being anywhere near Lake. But find me on the far side of the fucking lake. You should join me, pal. Well, come on. The sooner we're off, the sooner we're done. You go down deck, stand guard. Watch out for any bastards who'd like to take a peek at our cargo. Okay. Maar kijk eens, dat doen we denk ik dan de volgende keer. Want, voor nu ga ik zeggen, kijk zo even duimpje omhoog. Help me mee, help het kanaal mee. We hebben onze kapitein gevonden. Die gewoon in het stuurhuisje zat. Ik had beter moeten lezen. Ik dacht dat we op zoek waren naar wapens. Maar we waren op zoek naar onze kapitein. En die zit natuurlijk achter het stuur. Of achter het roer. Maar kijk eens, de volgende keer gaan wij dus deze boot... naar de poort van Sealo brengen. Maar dat zien we de volgende keer. Want voor nu ga ik zeggen... doei!